Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel een droom is die uitkomt om weer terug te komen naar het Westland. Er wordt volop gescheurd, geschilderd en getimmerd in het oude vertrouwde onderkomen van Niven Kunz. Aan het plein begint de kok in 2006 met restaurant Het Raadhuis, waar hij op 24-jarige leeftijd zijn eerste Michelinster behaalt. In 2009 verkast hij naar Rijswijk. Er wacht opnieuw een Michelinster. De gerechten zijn gebaseerd op de 80-20 filosofie, 80% groenten en 20% vis of vlees. Die formule slaat aan en dus zal restaurant Triptiek niet veel verschillen van het etablissement in Rijswijk. Het lijkt een beetje alsof ik niks anders kan, maar wij willen gewoon op hoog niveau. En dat was in Rijswijk met de Michelinster. En we zullen zien of dat in januari weer terugkomt. Ja, gewoon weer de gasten verrassen en zorgen dat ze een hele fijne avond hier hebben. Restaurant Niven in Rijswijk gaat eerder dit jaar op de fles. Er waren al lange problemen. De coronacrisis gaf het laatste zetje. We hadden het liever niet gedaan, maar op een gegeven moment moet je gewoon zakelijke beslissingen nemen. En dan moet je niet je gevoel, waar heel veel ondernemers, ik ook hoor, nog steeds met gevoel in de zaak zitten. Op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken en zeggen, het is zakelijk gewoon niet meer verantwoord om door te gaan. Hoe groter de porties eten, hoe beter. Dat gaat voor veel Westlanders op. Is Wateringen weer toe aan een topkok? Komt die weer terug? Nou, prima. Geen bezwaar hoor. 'S Middags schijnt de zon er nog even, dan kan je lekker buiten zitten. En het is dus gewoon eigen allemaal hier in Wateringen. Westlander wil altijd een grote volle borden hebben. Dus ja, natuurlijk, ik ga er heus wel kijken als hij heeft me al uitgenodigd. Ik denk dat het verkeerd is om te denken dat Westlanders alleen maar van heel veel en heel houden. Ik denk juist dat ze ook een mooi avondje uit dat ook heel erg prettig vinden. En dat kunnen ze dadelijk hier doen.